Als je nou kijkt als DJ, wat voor muziek draai je dan? House muziek draai ik, dus dat is iets heel anders. Maar wel net zo leuk, ja. En heb je dan ook fans die en je cd's kopen en naar je optredens komen als DJ? Ja, de meeste fans zijn zowel fan van mij als zangeres en als DJ. Dus dat is heel erg leuk. Dus houdt ook een beetje veelzijdig en zo. Het is heel erg leuk, ja. En zing je nou ook mee over platen heen of doe je dat niet als je DJ bent? Dat wil ik uiteindelijk wel gaan doen, ja, meezingen over platen. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk, om zelf gewoon de stem erin te zijn, ja. Ja, Roxy heeft natuurlijk een heel goed ritme en ze snapt gewoon muziek heel goed. Je moet de muziek ook kunnen voelen. En ja, vanaf dag 1 dat Roxy daarmee begon, deed ze dat eigenlijk gewoon super. En ja, je ziet er ook echt groeien. Dus ik denk dat over maximaal 5 hebben we echt een grote DJ naast ons staan, jazeker. Ze gaat al heel goed in Nederland en elk weekend draait ze wel goed. Maar over 5 jaar staat ze in Vegas te draaien, ja. We wachten het af, of niet? Ik hoop het zou leuk zijn.